zombies aan. Hallo zombie, ik heb een knuppel, dus niet verder komen. Ga alsjeblieft even. Deze knuppel is echt heel erg slecht. Wacht, ik pak mijn pistool erbij. Bim, bim. Oh, de zombie is dood. Oké, maar dit was gelukkig maar één zombie. Alleen straks gaan er echt nog veel meer komen. Dus ik moet even een bunker maken. Dus laat ik maar beginnen met een tent, want dat is gratis. En dit is niet bepaald een hele veilige bunker. Dus ik denk dat het tijd is om even te gaan upgraden. Maar eerst weer even wat zombies killen. Zombie, ga dood alsjeblieft. Oké, dat is weer een zombie weg. En dat is weer een zombie weg. Alleen telkens dat zelf schieten, dat is nogal vervelend. Dus wat ik even ga doen, ik ga hier even een guard kopen. Want dan hoef ik zelf niet meer de hele tijd te schieten. Laat ik maar gewoon even voor de goedkope gaan, want de rest kan ik niet eens betalen. Dus misschien moet ik straks maar even wat muntjes kopen. Ik kan heel veel dingen kopen. Maar eerst vergeet zeker even niet te abonneren op mijn kanaal. Want anders komt deze zombie jou aanvallen. En dat wil je echt niet, geloof me maar. Oké, supply is 40 euro. Of dollar natuurlijk, maar ik ga gewoon euro zeggen. Want boeien, ik ben Nederlands. En wat krijg ik dan? Oeh, dan heb ik in ieder geval heel veel kogels. En dan gaan we dit kopen. En dan kopen we een tent. En dan kopen we wat crates erbij. En we kopen dit. Ik weet niet wat het allemaal is. Maar dit lijkt nog niet bepaald echt op een bunker. En de zombies die lopen nog steeds de hele tijd langs mij. Dat vind ik vervelend. Oké, hier moeten we natuurlijk wat aan doen. Ik ga eens even naar de shop. En wat kan ik allemaal kopen? Ik kan een tank kopen. En een explosive sniper. En laat ik sowieso maar even dubbel geld gaan kopen. Want op dit moment gaat mijn geld niet bepaald heel erg snel. Dus let's go. Dit is gekocht. En ik kan natuurlijk ook geld kopen. Maar misschien gaan we dat later even doen. Eerst wil ik sowieso nog een guard hebben. En laat ik maar weer de goedkoper doen. En dan ga ik die later wel upgraden. En natuurlijk ook wat muren. Kijk, kijk, kijk. Dan kunnen de zombies in ieder geval niet meer bij de tent komen. En over die tenten gesproken. Hier is een ammo tent. Die wil ik ook wel hebben. Kijk, 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 kijk. Dan heb ik tenminste echt heel veel kogels. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Dit kopen we erbij. En nu moet ik weer de hele tijd wachten. Ik heb maar $150. Dit gaat me echt veel te sloom. En er komen weer zombies aan. Oké. Weet je wat? Als jij nu even deze video liked, dan ga ik er gewoon voor zorgen dat ik opeens heel veel geld heb. Dus like maar in 3, 2, 1. En oh mijn god, ik heb $50.000. Oké, kijk. Nu, wat? Oh, dit is trouwens een hele andere zombie dan net. Deze zombie vind ik eng. Oké. Aangezien er nieuwe zombies komen, is het tijd om sowieso dit te gaan upgraden naar de allerbeste. Dus die upgraden. Hoppakee. En dan kopen we nog een guard erbij. En natuurlijk ook weer meteen de allerduurste. En spikes. Wat is dit? Oeh. Kijk, kijk, kijk. Het begint al een klein beetje op een hele goede bunker te lijken. Kopen we dit er nog even bij. Dan kopen we dit er nog even bij. Want hey, waarom niet? Ik heb genoeg geld. En wat is dit? Armor. Wow. Ik kan letterlijk een tank kopen. Alleen dat kost wel 8000. Maar ik ga het gewoon doen. Boeien. En een machine gun. 6000. Ga ik ook gewoon doen. Boeien. Kijk dan hoe mijn beest er op dit moment al uitziet. En wat? Er lopen hier gele zombies. En wat? Er loopt hier een kokzombie. Wat zijn deze zombies? Maar die zombies, die komen gewoon niet verder. Want kijk dan die tank. Die tank, die sloopt letterlijk al die zombies. En hoe meer zombies ik kill, hoe meer geld ik weer ga verdienen. Dus ik moet mijn beest nog meer upgraden. Dus laat ik maar voor tafels gaan. Geen idee wat ik aan tafels heb. Maar ik ga gewoon alles kopen wat ik kan kopen. En dan ga ik uiteindelijk wel zien hoe de beest eruit gaat zien. Ik moet zeggen, ik vind de beest al best wel vet. Laat in de comments even weten wat jij ervan vindt. Oké, we gaan even wat crates kopen. En besef even, hè. Besef hoeveel geld ik betaal voor een caravan. Wat heb ik nou weer aan een caravan? Ik kan hier naar binnen. Misschien dat ik hier... Ik kan lekker slapen in de caravan. Maar ik heb geen tijd om te slapen. Want ik moet mijn beest beschermen tegen zombies. Oké, laat ik hier maar even wat water kopen. Dat is wat fijn. Dan kan ik tenminste wat drinken. Oh, kijk. Hier kan ik tenminste een beetje poepen als dat nodig is. Ja, kijk. Ook al zijn de zombies... Zulke dingen, die moeten gewoon gebeuren. Dus dit is vanaf nu onze badkamer. Dit is echt de lelijkste badkamer die ik denk ik ooit heb gezien. Maar maakt niet uit. Ik ga even wat doen. Ik zie namelijk dat er nog meer mensen zijn in deze server. En er is hier de stad. Ik ga gewoon even kijken hoeveel zombies er in de stad zijn. Oké, zombies. Blijf van me af. Doei. Gelukkig wordt mijn beest beschermd door mijn tank. Daar ben ik wel blij mee. En wat is dit nou weer voor spookstad, joh? Dit is dus waarschijnlijk de plek waar dus al die zombies vandaan komen. Kan ik hier niet wat dingen vinden die ik uiteindelijk in mijn beest kan stoppen?
stoppen. Ik heb hier afval. Dat wil ik niet. Weet je wat ik gewoon even ga doen? Ik ga gewoon even kijken naar iemand anders zijn base. Kijken of ik daar misschien nog een beetje van kan leren. Trouwens, ik kan hier ook wapens kopen. Ik ga gewoon een wapen kopen. Boeien! Hoppakee, die hebben we aangezet. En wow! Check dan dat wapen die ik nu in mijn hand heb. En we zijn hier aangekomen bij een andere base van iemand. En wat? Deze base die is echt veel groter dan mijn base. Maar hij heeft geen tank. Wat? Ik ga gewoon kijken of ik die persoon kan neerschieten. Want hij is nu natuurlijk gefocust op alle zombies. Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Dit werkt niet. Oké, doei meneer. Er is helemaal niks gebeurd. Ik denk dat ik gewoon maar weer even terug ga naar mijn eigen base. Want ik heb weer heel veel geld, vriend. Dus we kunnen weer heel veel upgraden. Oké, wat ga ik upgraden? Ik denk dat die guards altijd wel handig zijn. En natuurlijk wel de allerbeste. En hier staat weer een man met een minigun. Alleen weet je hoe duur die guards zijn? Dat kost me de hele tijd gewoon 7000 euro en zo. Oké, maar volgens mij heb ik verder alles hier wel geupgrade. En dan gaan we nu verder hiermee. Dit is een trap voor tanks. Oftewel een val voor tanks. Maar serieus, heb ik 700 euro betaald voor deze dingen? Wat heb ik hier nou aan? Nou, kijk, hier heb ik meer aan. Dit zijn namelijk muren. Kijk, 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 kijk. Dit is mooi. En aan de andere kant wil ik natuurlijk ook die muren. En dan is dit gedeelte van mijn bunker helemaal klaar. En nu gaan we verder naar het volgende gedeelte. Wat kan ik hier allemaal maken? Dit zijn lichten. Oké, wat lichtjes konden we op zich wel gebruiken. Daar ben ik wel blij mee. En hier elektriciteit. En generators. Nog meer elektriciteit. Weet je wat? Ik ga gewoon op alles lopen en ik zie uiteindelijk wel hoe het eruit gaat zien, oké? Ik weet eigenlijk niet helemaal zeker wat dit moet voorstellen. Dit lijkt op boksen. Ik denk dat je dan hier lekker kan dansen of zo. Als je wat zombies hebt verslagen. Ik weet het niet. Oké, wacht. We gaan weer een machine kunnen kopen. Weer 6000. Dit is echt allemaal zo duur, hè? Het is echt niet normaal. Oké, hier hebben we weer een tent en banken. De tent is alleen wel nogal kapot. Dus wat je er nou precies aan hebt, weet ik niet. Maar hier kun je dus waarschijnlijk even lekker chillen. Terwijl je wordt aangevallen door zombies. En ik wil nog zo'n tent. Kijk, kijk, kijk. Dit is beter. Deze tent is tenminste niet kapot. En hier kun je tenminste lekker slapen. Al had ik al een caravan waar ik lekker in kon slapen. Maar boeien. Ik ga gewoon weer over alles lopen en alles kopen. En wow. Deze tent is nog groter. En ik kan een douche kopen. Wat heb ik nou aan deze douche? Ik heb letterlijk net daar heel veel geld uitgegeven voor douches. En nu heb ik... Oké, dit is echt zonde van mijn geld. Kijk, dit daarentegen niet. Dit is een toren. Kijk, dit is handig. Dan kan je hier gewoon zitten. En dan kan ik vanaf hier... kan ik zo elke zombie doodschieten. Doei, zombies! Oké, gelukkig heb ik al bewaking die de zombies van mij doodschiet. Dus kan ik gewoon lekker dingen gaan kopen. Wat is dit? Support. Kan ik dan... ik kan een auto kopen. Maar ik vind dat een beetje duur. Dus ik koop voor nu denk ik even een sniper. Want ik heb natuurlijk die tank al voor de deur. Dus de zombies komen überhaupt niet zo ver. En ik heb cementblokken gekocht. En een container. Hoppakee. Ze zijn hier aan het verbouwen opeens. Oké, ik vind het helemaal prima. Maar ik moet zeggen. Kijk dan hoe mijn base er gewoon nu al uitziet, hè. Oké, we gaan verder upgraden. We kopen hier wat barriers erbij. Wat concrete walls. Kijk, 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 kijk. Nu begint het echt op een bunker te lijken. Hier zet ik nog. Eens even kijken. Deze zet ik hier neer. Weet je, het upgraden ga ik later allemaal wel doen. Want dat kost me gewoon echt te veel geld. Ik wil nu gewoon even al deze gebouwen neerzetten. Want ik wil gewoon weten hoe het eruit ziet als ik alles heb gekocht. Want geloof me, in deze video ga ik alles kopen. Alleen moet ik wel nog een klein beetje geld verdienen. Want het begint inmiddels alweer een beetje duur te worden. En wow! Ik heb hier opeens een heel gebouw gemaakt. Alleen kijk dan hoe duur alles wordt. Dit kost gewoon 1140. Dit kost 1140. Bijna alles is nu duurder dan 1000 euro. En dat is nog wel een probleempje, want ik heb nog maar 6000 euro. Wow! Kijk dan wat hier ligt voor wapen. Kan ik deze pakken? Waarom kan ik dit wapen niet pakken? Ik heb het toch gekocht? Ik word gewoon opgelicht in Roblox. Oké, dit gedeelte is klaar. Alleen we hebben een probleempje. Zoals je kan zien, lopen de zombies er nu gewoon doorheen. Wat? Hier loopt de security guard. Waarom is die security guard een zombie? Ga me nou niet zeggen dat mijn security guards zijn opgegeten door de zombies, hè? Eens even kijken. Hallo? Oké, ze staan er nog. Waarschijnlijk was de security guard van niemand anders. Oké, maar aangezien de zombies er doorheen komen, heb ik toch wel even dit nodig, denk ik. Het is alleen wel heel erg duur, maar... Kijk dan wat voor wapen.
bij heeft. Als dit de zombies nu tegenhoudt, dan weet ik het ook niet meer. En wat kan ik hier allemaal kopen? Wat is dit? Serieus? Heb ik zoveel betaald voor een paar tonnen? Oh, dan... Wow, wow, wow. Wat watertanks erbij. Wat sandbags. Kijk, kijk. Het begint al best wel mooi te worden. Wow! Wat heb ik hier dan weer gebouwd? Oké, geen idee wat ik hier heb gemaakt. Maar kijk dan hoe vet het er gewoon uit begint te zien. Dit is oprecht, denk ik, de grootste bunker die iedereen in deze hele server heeft. Alleen mijn geld begint bijna op te raken. Daar ben ik niet heel blij mee. En oh, een nuclear building. Oftewel, een nuke gebouw. Oh, wow. Oké. Wat kan ik hier allemaal kopen dan? Elektronische dingetjes. Oh, hier zitten allemaal wapens aan de muur. Maar waarom heb ik die wapens dan niet in mijn inventory? Ik word gewoon opgelicht. En oh mijn god, ik kan hier een nuke activeren. Oké, ik weet niet wat dat allemaal gaat doen. Ik heb zo'n idee dat dat mijn hele base opblaast. Dus weet je wat? Straks gaan we gewoon terugkomen en gaan we de nuke activeren om te kijken wat dat gaat doen. Maar eerst gaan we verder met nog wat dingetjes kopen. Ik kan hier gewoon een motel kopen. Wat heb ik hier aan? Even serieus. Oké, het ziet er wel vet uit, maar ik heb er echt helemaal niks aan. En ik heb net €1400 betaald voor een piano. Oh mijn god, dit is niet eens meer een bunker. Ik ben gewoon letterlijk mijn hele eigen stad aan het bouwen. En alsnog komen al die zombies er doorheen. Even serieus. Die bewakers, die zijn echt aan het slapen volgens mij. Dus dat betekent dat ik heel eventjes 5 seconden moet wachten. 4, 3, 2, 1. Hoppakee, dan heb ik weer wat geld. En dan koop ik een heavy machine gun. Let's go. Alleen, nu is al mijn geld op. En ik weet niet waar ik daar kan bouwen. Maar daar wil ik ook op zich nog wel wat dingetjes bouwen. Het lijkt erop dat ik hier een winkel kan neerzetten. Wacht, ik ga het gewoon proberen. Bim. Oh, het is inderdaad een winkel. Dan kan ik hier ook weer allemaal dingetjes kopen. Kijk hoe mooi het begint te worden. Maar ik heb zo'n idee dat ik dit veld echt nog helemaal vol kan zetten met... Ik heb geen idee. Weet je wat? Ik denk dat het tijd is om eventjes wat geld te gaan kopen. Want dan gaan we er natuurlijk even achter komen. En ik heb gewoon weer $55.000. Kijk, dit is top. Hoppakee. Een tankje erbij. En nog een tank. En nog even wat muren erbij. Alleen, ik heb zo'n idee dat deze tanks niet kunnen schieten. Want hier komen volgens mij geen zombies langs. Oké, aangezien ik toch zoveel geld heb, ik ga gewoon op elk rood knopje lopen. En dan uiteindelijk zie ik wel hoe het eruit ziet, oké? Dus een army tent wil ik er nog bij. En dan, hoppakee. En dan hier, dit wil ik kopen. Wat ik er allemaal aan heb, ik heb geen flauw idee. En wow. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik heb gewoon letterlijk een vliegtuig gekocht. Oké, ik zeg je eerlijk. Ik denk oprecht dat ik echt de vetste legerbasis heb van iedereen in deze server. Kijk, hoppakee. Een helikopter erbij. En hier, wat is dit? Nog een lampje erbij. En wat kan ik hier kopen? Er is hier nog heel veel ruimte. Een warehouse. Oh, en dan kan ik ook weer een tank inzetten of zo. Of nee, we kunnen army trucks erin zetten. Kijk dan, ik ben gewoon letterlijk een hele eigen legerbasis aan het maken. En dan kan ik hier ook nog een toren kopen. En dan hier nog een kapotte auto. En wat kan ik hier kopen? Dinner. Oké, ik heb zo'n idee dat hier een restaurant komt of zo. Ja. Oh mijn god. Ik dacht ik ga gewoon in deze video een bunker maken. Maar ik ben gewoon oprecht een hele stad aan het maken. Een soort van legerbasis of een stad. Ik heb geen idee. Zelfs een horror stand erbij. En ik heb nu nog wat geld over. En dan kan ik de rest van die guards upgraden. Want volgens mij heb ik letterlijk alles gekocht wat ik kan kopen. Dus ik denk dat het tijd is om straks maar even die nuke af te laten gaan. Want ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar eerst even mijn armor upgraden. Hoppakee. Nog een tank erbij. Deze guard gaan we upgraden. Deze guard gaan we 2 keer upgraden. Oh mijn god. Kijk, als die zombies hier langskomen, dan gaan ze wat dood door die tank daarachter. En volgens mij heb ik letterlijk gewoon alles gekocht wat ik kan kopen. Dit is echt de ziekste base ooit. Oké, ik denk dat jullie allemaal weten wat ik op dit moment nu ga doen. Let's go! Kijk, volgens mij was het hier die nuke. En oh mijn god, ik ben zo benieuwd wat er gaat gebeuren als ik dit aanzet. Oh, dit kost geld! Dit kost geld. Oké, weet je wat? Als jij nu op mijn kanaal abonneert, dan ga ik het doen. Dit kost zoveel geld. Oké, we gaan het gewoon doen. Let's go! En wat gebeurt er? Volgens mij moet ik hem opnieuw activeren. Oké, we gaan het gewoon doen. We gaan hem activeren. En wat is er gebeurd? Hallo? Hallo? Wow! Oh mijn god! Kijk die nuke! Letterlijk alle zombies zijn dood. Dit was de video. Klik even hier of hier om een andere video van mij te zien. Want dan wil je zeker de beesthuis gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1...